Op 15 mei herdachten de leden van het regiment Verbindingstroepen hun gevallen militairen op de Elias Beekman-kazerne in Ede. Er waren toespraken en er werden kransen gelegd. De herdenking is belangrijk voor de leden van het regiment. Ja, nou ja, goed, er zijn natuurlijk nationale herdenkingen. Maar wij vinden dat we ook elk jaar in ieder geval alle gevallenen van het regiment Verbindingstroepen willen herdenken. En dat is wat wij hier jaarlijks doen. U zegt het is belangrijk voor ons. Kunt u uitleggen waarom? Ja, dat is om meerdere redenen. Ten eerste natuurlijk vooral de veteranen buitendienst hier aanwezig. Ook nog nabestaanden van gevallenen. Daar is het vooral voor belangrijk. Maar wat je als regimentscommandant ook wil doen, is een stuk teambuilding, mag ik dat wel noemen. En doordat je dit samen doet, ook met de actief dienenden, werk je daar ook aan. En dit is gewoon belangrijk, vooral voor de nabestaanden. Waarschijnlijk is dit de ene laatste keer dat deze herdenking hier plaatsvindt. Brengt dat extra emotie bij zich mee bij de mensen hier? Ja, zonder meer. Ik bedoel, ik gaf al aan dat ik ook geboren en getogen ben in Ede. Dus ik heb ook voor dit monument op deze plek gestaan bij mijn opleiding. Dit is onze bakermat. Hier liggen onze roots. 19 keer hebben we nu een herdenking uitgevoerd hier. Volgend jaar dan nog een keer. Maar daarna houdt het op. Dan houdt de bakermat op. En gaan we proberen een nieuwe bakermat in Amersfoort te maken. En daar dan de herdenking ook uit te voeren. Daar is dus nog toekomst voor, ook al is het niet hier in Ede? Ja. Ja, ik vind dat daar toekomst voor moet zijn. Linksom of rechtsom. Zo even teruggaan naar de herdenking aan zich. Wat vond u ervan? Ja, ik ben uitermate blij waarop we toch weer met z'n allen, want het vergt best wel een stuk voorbereiding, de manier waarop we toch met z'n allen dit weer hebben kunnen doen. En natuurlijk blij dat de bui even achterwege bleef. 1 Sith Battalion en een compagnie van 6th Battalion van de eerste.